Ik vind het natuurlijk geweldig. Vanaf het begin had ik wel in mijn hoofd hoe ik het uiteindelijk wilde zien. Maar het resultaat is echt, ja, ik vind het prachtig. Als mensen ook aan mij vragen, wat vind je het mooist? Dan, ik kan gewoon niet kiezen. Ik vind alles wat wij laten zien hier, komt zo goed terecht in de hele representatie en erkenning van de Curaçaose erfgoed en cultuur. Ik ben gewoon echt super trots. Erfgoedspecialist Diona Benet heeft het over de tentoonstelling Curaçao, Stemmen van toen, mensen van nu. De expositie wordt gehouden in het Nationaal Archief in Den Haag. Met aandacht voor het koloniaal verleden, vertelt Maartje van de Kamp van het archief. We hebben in deze tentoonstelling over Curaçao, combineren we archiefstukken, koloniale archiefstukken, met foto's van mensen van nu, foto's van Selwyn in de Wind, met moderne kunst, met interviews, maar ook met oral history, stemmen uit de jaren 50, 60, 70. Dus je kunt kijken en luisteren. En dat hebben we verdeeld over 5 thema's. We hebben een thema over het Curaçao van voor 1499, een thema over veerkracht, een thema over slavernij, over de samenleving en over het bestuur van Curaçao. En dan sluiten we ook nog af met een prachtige spoken word. Bijzonder is dat alles zoveel mogelijk wordt gezien vanuit een ander perspectief, een Caribisch perspectief. Oude documenten, zoals bijvoorbeeld een schippersinstructie, krijgen daardoor een andere lading. Oppervlakkig gezien stonden daarin gewone regels. Zoals de bemanning moet erop toezien dat slaafgemaakten niet in groepjes staan. Dus dat geeft alweer aan dat de tot slaafgemaakten vaak in opstand kwamen. Echt vaak ook in een verzet kwamen. En dat er daar uiteindelijk regels voor gemaakt moesten worden. Het gaat niet alleen om een eigen kijk op het verleden, maar ook op een eigen Caribische kijk op het heden. De veerkracht van mensen noemde Curaçaose fotograaf en documentairemaker Selwyn de Wind dat. Hij heeft mooie gestileerde foto's en films gemaakt van hedendaagse mensen op de eilanden. Maar ook de rafelrandjes laat hij zien. Zoals een foto van zwerver Ramses Ray, beter bekend als Palabrua, de uil. Hij heeft zijn leven geleefd, maar hij is altijd zo vrolijk. En altijd kan je een goede, volwassen gesprek met hem hebben. Wij willen graag mooie momenten documenteren, maar Palabrua is ook Curaçao. Ook jongeren ontgaan hem niet. Met de social media en de, zeg maar, de globalisatie zie je minder mensen op straat. Otterbana is en was een van de drukste straten. Ik dacht van, dit is ook nu jongeren die nog op straat zijn. Dat is ook iets die opvallen. Het is geen geromantiseerd beeld dat Selwyn wil scheppen van Curaçao. De vuil was op een verantwoordelijke manier naar buiten brengen en ook niet te romantiseren. Het papiament, de taal, is ook onderdeel van Curaçao en ook onderdeel van het historisch erfgoed. Het bevochten erfgoed. Hier in deze vitrine zie je dus staan dat er tijdens de eilandsraad, dat er toen uit protest papiament toegesproken werd. Señor presidente, den e promes peace, dimi apuntra, si nos tien autonomia of nos no tien. Wat ik mooi vind, dat je echt weer het verzet ziet en echt weer de veerkracht van de Curaçaoenaars, is dat er alsnog gewoon papiamenten werd gesproken. Zelfs op als reactie op de voorzitter dat er geen papiamenten gesproken moest worden. Dus dat vind ik zo prachtig om te zien. We hebben echt gefocust op veerkracht van Curaçaoenaars en hoe zij hebben gevochten voor het behoud van hun eigen cultuur en tradities. Terug naar nu. Door de ogen van fotograaf Selwyn kijken we naar de Joods-Curaçaose toerismeman Dennis Enriquez. Een witte man met een groot hart. Een doorzetter, ondanks de coronagolven. Je ziet Dennis in zijn in zijn tourbus. Hij rijdt niet meer, want hij is eigenaar, dus hij heeft werknemers. Maar ja, het is de veerkracht weer van iemand die, ja, de eerste golf heeft hij overleefd. De tweede golf kan komen, maar hij staat wel sterk. Ja. Gastconservator Diona is opgelucht dat de klus is geklaard en de tentoonstelling staat. Ik ben blij met wat ik heb gemaakt, maar op het moment dat Curaçaoenaars zich in een kunnen herkennen, dan ben ik pas echt super trots. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat de rest van Curaçaoenaars in Nederland ervan vinden.